Nou, wij zijn vandaag bij de nieuwe sluis in Terneuzen. Geweldige ontwikkeling voor deze regio. Alle internationale schepen kunnen erdoor. Dit is echt de eerste keer. En als je dan nu kijkt hoe imposant het is, je weet het wel, je rijdt eromheen, maar nu kan je het een keer zien en dan zie je de diepte en dan denk je, god, het is wel echt immens. Ik vind het wel leuk om een beetje in de bouw te werken. Warme dag, nee, het was leuk. 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 Ik ben hier verantwoordelijk op het werk voor de uitvoering. Maar wij doen meer dan dat. Wij doen baggerwerk, wij doen infrawerken. En dat probeer ik aan de mensen uit te leggen. Dit is een ongelooflijke prestatie wat we hier aan het presteren zijn. We maken een ongelooflijk grote sluis aan een kwaliteit en in een tijd. En dat doen dat met zo weinig hinder voor de omgeving. Ik voel mij daar zeer trots bij. Het is natuurlijk schitterend weer. Heel veel mensen die toch allemaal duidelijk grote belangstelling hebben. Meerdere punten waar je inderdaad nog weer beter kan zien, omdat een stellage is, hoe het er allemaal uitziet. Ja, en ik was al lang onder de indruk van de enorme kranen en hoeveelheden ijzer en beton. En ik heb steeds meer bewondering gekregen voor de ingenieurs die dit uitdenken, uittekenen. En voor alle mensen die dat gewoon aansturen en dan ook degene die het in de praktijk allemaal uitvoeren. Hè. Ik vind het geweldig indrukwekkend. Dat ik het heel goed vind dat een bouwcombinatie zo'n mooi project openstelt. Zo goed veilig georganiseerd. Het is echt het is een prachtproject van Nederland. Ik ben blij dat ook omwonenden ook een keer kunnen komen kijken. Het is prachtig dat we dit hebben. Ik ben op verschillende plekken geweest en ik heb overal veel kinderen zien rondlopen. En ook enthousiaste ouders, die zijn ook belangrijk. Ik denk als je dit ziet en je ziet wat je kan maken, dat dat inderdaad bij heel veel kinderen indruk maakt. Je bent net uit de tank. Hoe was dat? Ja, pittig. Nog meer respect voor al die mannen die hier al heel wat uurtjes onder water hebben doorgebracht. Het is zeker een vak. Het is zeker een vak. Ik hoor verschillende reacties vandaag. Mensen vinden het heel goed georganiseerd. Je kunt heel soepel overal doorheen lopen en overal bijkomen. Ja, en wat natuurlijk bijzonder is, dat ze nu eens in plaats van om het project heen rijden, nu er dwars doorheen kunnen lopen en beseffen hoe groot en hoeveel het allemaal is. Dus ze maken het van heel nabij mee. En dat bij dit weer. Ja, super, super. Nou, het meest speciale vandaag is, behalve die 2000 nieuwe ambassadeurs, dat we hier op een punt staan waarvan ik me continu probeer te beseffen, dit ga ik nooit meer zien. Hier is de buitenhoofd klaar en hier komt op korte termijn water in. Nou, dat is buitengewoon bijzonder om dat echt te laten doordringen in je hoofd. Dus ik ben blij dat ik hier sta vandaag.